Inwoners van Lelystad, ik ben Ashwin van Stormbroek, lijsttrekker voor de Partij voor de Vrijheid in Lelystad. Deze verkiezingen gaan over belangrijke keuzes voor onze mooie stad. Lelystad is een jonge gemeente met ontzettend veel mogelijkheden en kansen. Kansen die door de gevestigde orde jarenlang verwaarloosd zijn. De PV komt wel op voor uw belangen. Voor ons staat de Lelystadeling wel op één. Wij willen als enige dat onze woningen niet weggegeven worden aan gelukszoekers uit veelal islamitische landen, maar aan onze eigen mensen. De PVV zal ook nooit instemmen met de komst van een AZC of andere asielopvang in Lelystad. Wij hebben al genoeg uitdagingen, overlast, onveiligheid en islam in onze stad. In coronatijd zijn onze winkeliers en horecaondernemers flink te klos. Wij staan zij en zij met hen en zij kunnen op onze steun blijven rekenen in de zinloze lockdowns. Ook vinden wij dat iedereen in Lelystad veilig over straat moet kunnen. Wij zijn dan ook voor meer politie en goed opgeleide handhavers op straat, voor meer cameratoezicht en voor preventief fouilleren waar nodig. De PVV staat pal voor onze tradities. Lelystad houdt van Zwarte Piet en van vuurwerk. En daar zullen wij ook de komende jaren voor blijven strijden. Op de barricade, daar kan u van op aan. Wij willen de lasten voor u zo laag mogelijk houden. Weg met de hondenbelasting en zeker geen OZB-verhogingen. De PV wil geen geld in zinloze klimaat- en duurzaamheidsprojecten stoppen. Wij geven dat geld liever uit aan de zorg en het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Als maatregelen ons door Den Haag de strot doorgeduwd worden, mogen, ook, mogen zij ook voor de kosten opdraaien. Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. Dit wordt de tweede keer dat de Partij voor de Vrijheid meedoet in onze provinciehoofdstad. In 2018 maakt u de PVV de grootste winnaar. En nu hopen wij dat u ons de grootste maakt. Wij geloven dat de mooiste tijd voor Lelystad nog voor ons ligt. Maar dan is het wel tijd voor andere keuzes. Het is nu tijd voor u. Het is nu tijd voor de PVV. Stem op de Partij voor de Vrijheid Lelystad. Dank u wel.